In Nuenen is zondagmiddag het lichaam gevonden van een dode man. Zijn lichaam werd aangetroffen in een appartement aan de Bernardstraat. Volgens omwonenden was de man al een tijdje niet meer gezien. Daarnaast hing er ook een vervelende stank op de galerij. Na een melding van de buurtbewoners is de politie een kijkje gaan nemen in het appartement. De man was vermoedelijk al minstens een week daarvoor overleden. Er loopt nog een onderzoek naar wat er is gebeurd en of het gaat om een misdrijf. Ook is nog niet zeker of de man de bewoner van het appartement was.